Experts schatten dat er in de provincie Gelderland zo'n 7 à 8 roedels wolven leven. Daar gaan natuurlijk af en toe enkele van dood. Normaal gesproken worden die wolvenresten dan vernietigd. Maar musea willen nu met de resten van de wolf aan de slag. Zoals bijvoorbeeld de Bastij in Nijmegen. De wolf van de A12 die afgeschoten is. Het is alleen niet meer de hele wolf, maar enkel de huid. Het is een wat kleiner pakketje geworden. Ja, zoals je kan zien. Ik denk zelf dat we hier naar de rug of de buikzijde kijken. Die is onlangs teruggekomen uit Duitsland. Daar is hij gelooid. Dus als het allemaal volgens plan gaat, hopen we in december de huid weer te transformeren tot het echte preparaat, tot een echte wolf. Dat we hem kunnen ontdooien, dat we hem eigenlijk om de mal kunnen binden. Ja, dat lijkt me heel gaaf. Ook Naturalis in Leiden krijgt dode wolven voor exposities om zo te leren van de roofdieren. Hier gaan ze voor hetzelfde doel. De hoeveelheid tanden, de hoeveelheid teennagels of juist de zachte voetkussentjes. Die dingen kan je nu juist wel van dichtbij bekijken die je anders nooit zou zien. Dus het is ook een wolf met een verhaal. Hè. Hij is aangereden, daarna afgeschoten, ook alsof een genadeschot. Dat verhaal willen we als museum zijn ook vertellen. Het Nationale Park de Hoge Veluwe is ook bezig om delen van een onlangs dode wolf in handen te krijgen. Op deze plek troffen we een dode wolf aan, gewonden door een wandelaar. Dan komt er een heel proces op gang. En dan, wij moeten de politie waarschuwen enzovoort. Vindt er nu onderzoek plaats. Wordt door een scan gehaald, gekeken of er loodresten in zitten. Al dat soort dingen gebeuren nu. Wordt gekeken of het beest misschien vergiftigd is. Dus dat wordt heel serieus opgepakt. En als het onderzoek is afgerond, willen wij eigenlijk die wolf weer gaan gebruiken voor de educatieve doeleinden. Kinderen bijvoorbeeld kunnen zien wat een prent van een wolf in het zand is. Of hoe zo'n schedel van zo'n roofdier eruit ziet.